Hi, goedemiddag. Het is zondag en ik had even niks te doen. Dus ik dacht, ik ga die nagels eraf halen. Wat heb ik hier? Ik heb een nagelvel. Ik had een olie meegenomen, de Miracle Oil van Revolution. Ik heb helaas geen nagelolie in huis, dus die heb ik niet gepakt. En ik heb de Do Nails Remover gepakt. Dit is een badje met warm water. Rond de 50 graden had ik het gedaan. Twee pipetten olie, twee pompjes zeep, gewoon handzeep. En ongeveer 10 milliliter aan die Do Nails nagels. Deze zijn allemaal af. Wat ik dan doe, er heb ik ongeveer 10 minuten in geweekt. In het hoekje en dan zo erlangs. En dan maak je hem telkens iets verder los. Het weken, ja. Ik moet zeggen, deze zit echt heel strak vast hoor. Kijk, deze zit al goed los, zie je dat? Twee was ik echt al verloren. Maar goed, het is dag 11 hè, van die nagels. Dus. Op zich vind ik dat helemaal niet vervelend. Ik heb een niet puntige vel. En ik ga natuurlijk niet met de scherpe kant, maar een beetje zeg maar met de buitenkant, de bolle kant. Ja, ik had zo'n houten stokje mee kunnen nemen. Daar zeggen zij dat je het mee moet doen. Maar ja. Zo. En dan is hij eraf. En dan kijken we hier even. Ja, hier is het hoekje ook los. En dan heel langzaam maak je iedere keer van die ja, glijdende bewegingen eronder. En dan op een gegeven moment laat hij los. Het is even een klusje. Het duurt even. Maar dit is wel de meest pijnloze manier. Tenzij je ze op wil houden en gewoon iedere keer wil opplakken. Die andere twee was ik gisteravond verloren. Dat was deze duim en deze wijsvinger. Ik merkte al toen ik gisteren met Wessel op pad was in de auto dat ze los zaten. En ik heb er verder niet meer aan gedacht. En toen had ik gisteravond de vaatwasser gedaan. En toen dacht ik, dit is niet helemaal oké. Ik moet wel zeggen dat deze om mijn linkerhand beter vastzit op een of andere manier dan op mijn andere hand. Ah, kijk, daar gaan we. Ja, daar komt hij. Ja. En dan nog even deze. Probeer kleine bewegingen te maken om hem los te maken. Ja, ik heb ook nog olie op mijn hand. Ik zit het weer te doen terwijl jullie het niet kunnen zien natuurlijk, hè? Op het hoekje, want hier is mijn nagel die ik gegroeid heb de afgelopen 10 dagen. Dus ik doe het op het hoekje en dan probeer ik zo. Wat kleine glijdende bewegingen te maken. En hier is hij ook al los. Ik denk dat ik gewoon met, als ik het, wat met mijn rechterhand gebeurt, dus op mijn linkerhand, dat dat gewoon beter gelijmd is op een of andere manier. En daar komt hij, zie je dat? Zo, en dan deze nog. Deze zit echt heel stevig vast. Misschien iets te veel lijm gedaan. Ik denk dat ik deze zo meteen nog even ga laten weken. Wat je dan vervolgens doet, je hebt wat lijmresten.
vel je nagels schoon. Nou heb ik al niet de mooiste nagels hoor. Ik heb hele zwakke, dunne nagels die heel snel scheuren. Wacht even, ik ga deze even iets langer nog weken. Misschien. Ondertussen veil ik die andere twee. En wat jullie al zagen in die andere video, heb ik natuurlijk ook van die lijnen in mijn nagels. Deze zijn helemaal schoon, ja. Dit is gewoon mijn eigen nagel. Ja. Dus zo werkt het. En dan vel je je nagels schoon en dan zijn ze weer goed. Dan moet je ze eigenlijk nog even behandelen met olie. Dat zal ik zo meteen nog even doen. En dan is het klaar. Dan zijn ze, ja, dan moet je de olie moet je wel goed wegwassen met zeep. Als je gelijk weer nieuwe nagels wil plakken. Want ja, die lijm gaat natuurlijk niet plakken op olie. Dat is, nee goed. Lijkt me logisch. Dus ja. Dat is het verwijderen van de plaknagels. Het werkt ongeveer hetzelfde met de zelfklevende stickers als met de nagellijm. Alleen bij de nagellijm kan je de remover proberen te gebruiken. Maar dat is optioneel. Die hoef je niet te kopen. Dus dit was de verwijdervideo. Ik ga zo meteen nog wat video's opnemen. Maar eerst gaan we even deze nagel eraf proberen te halen. En mijn koffie opdrinken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Dat is gratis, maar daar help je me mee. En laat me weten als jij deze nagels geprobeerd hebt. Of als jij andere plaknagels probeert die heel goed zijn. Deze waren van Doenails. Ja, ik had ze natuurlijk geveld, hè. Hier liggen ze. Degene die eraf zijn in ieder geval. Hier was ik heel tevreden over. En zeker over de lijm. Ik denk dat het merendeel... Dit zijn soft gel press-ons. Maar ik denk dat het merendeel lag bij de lijm. Die heel goed was. En waardoor deze nagels zeg maar 10 dagen op mijn nagel hebben gezeten. Op mijn vingers hebben gezeten. Op mijn nagels, denk ik. En dat is voor mij echt... Normaal ben ik deze al in een dag kwijt of zo, weet je wel. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye!